Welkom bij Tiel aan tafel. We gaan zo meteen praten met Nico de Groot. Die komt alles vertellen waar de Elstars Muziektheater momenteel mee bezig is. En ik ga nu in gesprek met Wil van Ree. En Wil, ja, je bent eigenlijk een duizendpoot. We kunnen verschillende onderwerpen met jou gaan bespreken. Maar ik ga toch beginnen bij het meest actuele, de FIFA. Daar ben jij als veiligheidsexpert bij betrokken. En daar zijn een hele hoop dingen gaande. Kun jij ons even helpen wat dat allemaal is? Nou ja, ik ben inderdaad al een heel tijdje werkzaam voor de FIFA, althans op oproepbasis. Ik ben niet in dienst van de FIFA, maar op oproepbasis. En dan ga ik meestal helpen bij wedstrijden en ook bij voetbaltoernooien. En dan alles in het kader van veiligheid. Dus hoe zorg je voor een goede veiligheidsorganisatie in en rondom het stadion. En door de, zeg maar, door de vreselijke incidenten in Parijs van 2 weken geleden, waar terroristen hebben geprobeerd om het stadion binnen te komen, had dat natuurlijk een extra lading. En daarom hebben wat landelijke kranten en ook het NOS Journaal gevraagd aan mij om mijn mening te geven over hoe zou je nou een stadion veilig kunnen maken of, en hoe zit het nou met de situatie volgend jaar tijdens het Europees kampioenschap. Ja, ja, want dat gaat volgend jaar plaatsvinden. Ja. En daar zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingen nu gaande. Er gebeurt van alles. Ja, in zoverre dat, ik heb altijd gezegd, als je een goede wedstrijdorganisatie neerzet en je zorgt dat er een goede security om het stadion is, dan kun je haar spreken dat het verblijf in een stadion eigenlijk veiliger is dan buiten het stadion. En je hebt het eigenlijk ook kunnen zien in de situatie met de vreselijke incidenten in Parijs, dat terroristen hebben geprobeerd het stadion binnen te komen, waar toen de wedstrijd Duitsland tegen Frankrijk gespeeld werd. En dat is ze niet gelukt. En ik denk dat dat onderstreept mijn opmerking dat als je een goede organisatie neerzet, eigenlijk het stadion een best een veilige plaats is. Ja, klopt. Jij doet dit al heel lang. Er zijn al heel veel incidenten geweest die jij ook werkelijk hebt kunnen triggeren, echt hebt kunnen voorkomen. Kun je daar iets over vertellen? Nou ja, eigenlijk weet je het niet wat je kunt voorkomen. Want doordat je een goede organisatie neerzet en ook zeg maar rekening houdt met wat elders gebeurd is, dan kun je natuurlijk daar ook weer op inspelen en op anticiperen en zorgen dat je een zodanige solide organisatie neerzet dat die dingen niet gebeuren. Ik kan me herinneren bijvoorbeeld, vorig jaar werkte ik in Brasilia, de hoofdstad van Brazilië, voor het WK. En er kwam Argentinië op bezoek. En Argentinië had een paar honderd vervelende supporters die bij andere wedstrijden in andere steden letterlijk en figuurlijk het stadion waren binnengedrongen. En nou ja, als je dat dan weet, want die informatie krijg je natuurlijk, ja, dan ga je in overleg met de plaatselijke politie en ga je een plan bedenken, en met de lokale organisatie. Dan ga je een plan bedenken om te voorkomen dat dat in jouw stadion gebeurt. Hè. En zo ben je continu bezig om zeg maar te verfijnen, je organisatie te verfijnen. En dat is ook allemaal goed gegaan dus? In Brazilië hebben we heel fijn gewerkt, ja. Het is zo dat als je daar komt werken in een toernooi, is het eerste wat ik doe is snel hele goede contact te leggen met de plaatselijke politie en met de plaatselijke overheid. En natuurlijk met de lokale organisatie. Wie zijn de veiligheidsmensen? Wie zijn er verantwoordelijk? Je hebt natuurlijk ook met heel veel verschillende culturen te maken. Ja, absoluut. En ook heel veel verschillende organisaties. Om bijvoorbeeld te geven, in Brazilië hadden we maar liefst 40 organisaties die zich bezighielden met een vorm van security in en rondom het stadion. 40. Maar gelukkig was er één man die dat organiseerde en daar had ik dan ook weer een heel goed contact mee. En dat werkte perfect. Ja, en al die mensen die nou zo'n voetbalwedstrijd willen gaan bezoeken, kunnen die met een gerust hart gaan? Wat is jouw persoonlijke mening daarover? Nou, zeker hier in Nederland, de betaalde voetbalwedstrijden natuurlijk, daar hebben we het over. Daar zijn in het algemeen hele goede organisaties en mensen die zorgen best wel voor een goede veiligheid in de stadions. Ja, dus gewoon gaan. Ja, dat is mijn motto altijd. Ik denk juist dat de terroristen juist beogen om die samenleving echt te dwarsbomen en ook te ontwrichten, zoals ze dat noemen. En wat dat betreft denk ik juist dat je je eigen leven moet leiden. Wat dat betreft, mijn
Mijn dochter was vorige week in Brussel. Ze belde me op, een volwassen meid, dus ik haar niets kunnen verbieden. Maar ik denk dat ze gelijk heeft, dat ze zegt, ik heb dat afgesproken en ik ga. En toevallig mijn zoon, een van mijn zoons, die was gisteren in Parijs bij de wedstrijd van Paris Saint-Germain. En ik denk, ja, dat is nu eenmaal afgesproken, dat moet je ook doen. Ja. Wat dat betreft is het ook eigenlijk ook wel jammer dat er sommige partijen inspelen op die angst. Als je kijkt naar Le Pen in Frankrijk, dan is dat heel raar. En wat ik ook persoonlijk heel, ja, toch wel verdrietig vind, is dat ook hier in Nederland mensen kijken naar de vluchtelingen. Ook ingegeven door angst, en dat kan ik ook wel enigszins begrijpen, maar ik denk toch wel dat de mensen moeten beseffen dat de vluchtelingen die hier zijn in Nederland juist vluchten voor die terroristische activiteiten. En ik denk dat we wat dat betreft daar op die manier naar moeten kijken. Ja, ja. Nou, over inderdaad menslievendheid maak ik toch een bruggetje, want jij bent ook heel erg actief bij de stichting Vrienden van Suriname. Zijn daar nog actuele situaties, dingen die je ons kan vertellen om ons op de hoogte te brengen? Leuk dat je dat aan de orde stelt. We hebben toevallig zaterdag, met een groep vrijwilligers hard gewerkt om een container weer te vullen. Een grote container met heel veel hulpgoederen. Waaronder niet alleen schoolmeubilair, maar ook verbandmiddelen. Ik zeg incontinentiemateriaal. Klinkt wel eens een beetje raar dat ik dat zo zeg, maar als je weet dat men daar incontinentiemateriaal per pak koopt, dus een pak van 1 of 2 stuks. Ah. Dan is dat heel dringend nodig. Ja. En het leuke is ook dat de container de eerste week voor Kerstmis aankomt. Dus ik hoop dat mensen nog een leuk kerstcadeau kunnen krijgen. Ja, dat wordt een mooie kerststam daar in Suriname. Ik zou nog heel graag met je doorpraten. En dan gaan wij gewoon weer een volgende keer doen. Zullen we dat afspreken? Doen we. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Bij mij aan tafel zit Nico de Groot van de Elstars Muziektheater en zij zijn druk. Nico, jij bent betrokken bij de PR-groep. Ja. En de Elstars staan bom van de activiteiten. Het is vol. Ja, het wordt heel druk de komende periode. Gelukkig, leuk. We hebben een borrelconcert. Daar zijn we al heel lang mee bezig. Borrelconcert van 20 december. Dat gaat dus voor de kerst plaatsvinden. Dus vlak voor de kerst. En daar, de titel van het borrelconcert is Dreaming of a White Christmas. Maar daar staat een vraagteken achter. Met een vraagteken erachter. Ja. Het is dus de musical van Irving Berlin, die iedereen kent. I'm dreaming of a... Dat is eigenlijk het enige kerstnummer wat erin zit. Want die hele musical heeft verder helemaal niets met kerst te maken. Dus het wordt een kerstconcert zonder de herdertjes die bij nachten lagen en jingle bells, zit er allemaal niet in. En het is toch een kerstconcert. En we noemen het toch ons kerstborrelconcert. Ja. Wat leuk. En dat gaat plaatsvinden bij de beurs. In de bovenzaal van de beurs. Ja, 20 december om 4:00 starten we dan. Hartstikke leuk. Ja. Maar dat is niet het enige wat op jullie programma staat. Nee, daarna schieten we het nieuwe jaar in. Dan gaan we meewerken aan het nieuwjaarsconcert van de KTVM. Zeg ik het goed? Ja, dat ik me niet vergis. Daar doen we wat nummers samen met de KTVM. Medley uit Les Miserables bijvoorbeeld. Brand New Day uit The Wiz. Met al dat muzikale geweld erbij, orkestrale geweld. Ik denk dat het heel mooi wordt. Ja, hebben jullie al repetities gehad? Met de KTVM nog niet. Voor dat borrelconcert zijn we natuurlijk heel erg druk bezig. Want dat doen we zelf. Dus alle solo- en ensemblestukken worden door onze eigen leden gedaan bij dat borrelconcert. Dat is een hele klus. Is leuk, is wel leuk. Er komt een klein gastoptredentje van het Betuws mannenvokaal. Want er zit een stukje voor mannenkoor in. Nou, dan kunnen onze mannen gewoon niet zo goed als de Betuws mannenvokaal. Dat is natuurlijk prachtig. Ja, dus die komen daar een soldatennummer zingen in ons borrelconcert. Oh. Ja, ja, leuk. Geweldig. Dan zitten we dus in het nieuwe jaar. En met het KTVM gaat dat gebeuren en dat is in januari? Is 10 januari, ja, 10 januari om 3:00 in de Dominicuskerk. Ja. Dat is het nieuwjaarsconcert. Nou, welkom natuurlijk ja, iedereen. Ja, allemaal komen. Ja. Het wordt denk ik erg mooi, want zij hebben natuurlijk ook hun eigen nummers die ze spelen. En dan een paar nummers met ons samen, dus
Wordt denk ik erg mooi. Ja, jullie zijn een hele actieve vereniging wat dat betreft. Hè? Ja. Want de week daarna, Sari, 17 januari, hebben we workshops. Gaan we een dag workshops geven hier in de Cambier. Een workshop ter voorbereiding op de productie die we in november 2016 gaan spelen in de Agnietenhof. Dan spelen wij de musical Foxtrot van Annie-Emke Schmid en Harry Banning. En daar zijn jullie dus nu al mee bezig? Daar zijn we bijna mee bezig. Ja. Want we moeten eerst die twee andere concerten goed volbrengen. Januari starten we de repetities voor Foxtrot. En zijn er open workshops en open audities. Dus ook niet L-Stars leden kunnen meedoen aan de workshop. Zouden we ook heel leuk vinden namelijk. En kunnen ook mee auditeren voor een rol in de productie Foxtrot. Dus je hoeft niet per se lid te zijn om mee te kunnen doen aan Foxtrot. Wij weten dat er heel veel musical-minded mensen in Tiel en omstreken rondlopen. Die op zoek zijn naar een plekje. Nou. Want zoveel is er niet meer. Nee, er wordt weinig georganiseerd inderdaad. Dus 10 januari workshops. En hoe kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? Binnenkort komt op de site lstarsmuziektheater.nl komen de aanmeldingsformulieren te staan. Het is een hele dag van 10 tot 5 met onze vaste dirigent, die doet een muziekworkshop. Onze vaste regisseur Bas Groenenberg, die gaat een spelactiviteit doen. En Agathe Verspeten doet choreografie. En die dag gaan we werken aan een nummer uit Foxtrot. Oké, en iedereen die belangstelt. Wel een idee bij. Wat vinden wij daarvan? Wat moeten wij daarmee? Zijn we daar blij mee? Ja, ik denk niet dat ik iedereen blij maak met mijn mening. Maar ik ben van mening dat de Europese Unie ons een heleboel slechts gebracht heeft. En in die zin, we zijn onze identiteit verloren. Onze cultuur is helemaal naar de knoppen gegaan. En als we zo door blijven gaan, dan komen er nog veel meer rampen. Maar je hebt het over identiteit, over cultuur, kun je dan iets specifieker zijn? Wat bedoel je dan? Nou ja, kijk, er zijn groeperingen hier binnengedrongen waar de Nederlandse regering alsmaar zijn goedkeuring aan geeft als het gaat over idiote plannen. Zwarte Piet. Ik vind, mijn persoonlijke mening hoor, wat ik nu zeg, en ik denk dat er ook een heleboel mensen daar niet mee eens zijn, maar een groepering die hier naar binnen komt om een kinderfeest te verzieken, die moeten wat mij betreft gewoon teruggaan naar haar eigen land. En dan is het misschien een beetje Wildersachtig, maar ik ben helemaal geen aanhanger van Wilders. Ja, maar dit zijn volgens mij mensen uit ons eigen land, hè, die dat roepen, die dat zeggen. Nee, dat zijn ook mensen die helemaal niet uit ons eigen land komen. Die nu al aangekondigd hebben, om volgend jaar weer te komen demonstreren. Nou, als je dat nu al weet, dan moet je ze selecteren. En de grootste raddraaiers, die zet je er gewoon uit. En net zoals terroristen.
Precies. Ja. Ik vind het wel. Ik ben het grotendeels met jou eens dat je dus een... Mooi. Identiteitsverlies hebt door de Europese Unie. Aan ja. de andere kant moet je eerlijk zijn en zeggen, we hebben er ook voordelen van. Ja, dan moet jij het nog eens opnoemen. Nou, dat gaat hij doen. Nou, dat is dus onder andere veel meer handel, wat we nu doen. Veel meer vakantiemogelijkheden, noem alle dingetjes maar op. Vakantiemogelijkheden? Ja, je kan zo de grens over nu, hè? Uiteraard. Toen de Europese gemeenschap er nog niet was, ben ik in alle landen van de wereld geweest. Ja, oké, maar dan heb je... Je ging gewoon naar de bank om geld te wisselen. Gewoon makkelijk. Gewoon. Ja, grenswisselkantoor. In heel veel landen had je een visum nodig. Ja, niet in heel veel landen. Niet in heel veel landen. Door het hele gebeuren is dat grotendeels verdwenen. Als je, dus het reist makkelijker, laat ik zo zeggen. Ja, maar wie heeft daar voordeel van? Reis jij dan iedere dag? Ja, de hond uitlaten, maar verder niet. Dan heb je ook van die rare dingen die gebeuren. Ja, maar ik denk dat de Europese Unie zichzelf vergaloppeert. Dat weet ik wel zeker. Dat ze dus gewoon veel te veel dingen Europees willen regelen, die landelijk en zelfs plaatselijk geregeld moeten zijn. Hele kleine voorbeelden zijn onder andere het verhaal van Zwarte Piet. Ik vind dat niemand wat met onze tradities te maken heeft. Nee. Terwijl dat eigenlijk tot in de Verenigde Naties omhoog getakeld is. Ja, zo meteen komt er een moloot op het idee dat we geen klompen meer mogen dragen, zeg maar. Of dat de molens andersom moeten gaan lopen. Of ja, allemaal van die onzinnige draaien. Achterlijke idioterieën. Maar dit wordt ook allemaal in het leven geroepen. Neem nou onze eigen bestuurders hier in Nederland. Die mensen die zich al jaren uitsloven om de armen armer te laten worden en de rijken rijker. Zo zitten er ook bestuurders in de Europese gemeenschap die te liegen en te draaien en weet ik wat ze allemaal aan het doen zijn. Die zitten er niet voor jou of voor mij. Die zitten er alleen maar omdat ze dus zoveel presentiegeld krijgen. En zoveel... Zo ken ik je wel. Nou, ik denk dat het toch ook wel heel goed geregeld is natuurlijk. Hè? In de Europese Unie er worden natuurlijk heel veel besluiten genomen die ons allemaal treffen. Ja. Die ook erg positief zijn. Dat gaat over zo verschrikkelijk veel schrijven. Dat ja, we hebben het over een grote... Vandaag een voorstel doen en dat het over 5 of 10 jaar pas in behandeling kan worden genomen omdat er nog zo'n berg ligt. Ja, maar dus zo werkt het natuurlijk altijd op dat niveau, dat alles tijd kost. Dus, daar gaat studie aan dan vooraf. Dan moet je dat net zo doen als binnen verenigingen, stichtingen, werkgroepen maken die dat en dat behandelen met een compleet idee, kant en klaar komen en zeggen zo zou het moeten. Ja. Vinden jullie dat goed, ja of nee? Het zou kunnen. Ja. Maar het is gewoon op alle fronten waar leiders, de zogenaamde leiders, opereren... Daar worden mensen in de maling genomen. Het gaat allemaal over hun eigen haagje. En ze worden steeds rijker, ze verrijken zich. Dus wat jullie betreft mag Nederland weer een zelfstandig land worden? Niks Europese Unie, Europese gemeenschap? Ja, absoluut. En de gulden ook weer terug. Ja, ja. Hartstikke goed. Ja, ja nou terug naar vroeger dus. Nou, een mooi einde voor deze Tiel aan tafel. Graag tot volgende week.